So the guys are in the fight. He's got the time to show the Welcome, ladies and gentlemen. As you can see, we're at a very different location today. We have traveled out of the clubhouse in Den Bosch, and we've traveled down here to the stadium in Amsterdam. I've got Wikus Meyer here. He's in the training selection of the Dutch national squad, just come out of the under-20s as well, just into the men's team. And of course, I've got Erik van der Zander, chairman of the Dukes and probleemoudenaar, as per you, the huge. We're here in Amsterdam. Guys, it's going to be a great episode today. It's going to be a very Definitely. Cold episode. That as well, yeah. We're down here. We're here to watch the game Netherlands versus Georgia. We've got some clips from the last couple of games Netherlands have played. We've also got some clips of you guys who've done brilliantly at the under-20 EK last year. We've got a little bit of a story to tell today. About the Dutch rugby team, of course, we stick to club rugby, but here we are with giving a little bit of attention to the big boys in the national team. But last year, Erik, we had a game against Zimbabwe. It didn't go so good. We do have some footage here, and it gets a little bit better from then on. But should we go straight into it, chaps? Definitely. Ja, nou, wat we zien gebeuren is dat we toch wat we dan een road to success noemen. Tijdelijke bondscoach na Zeen was Dick Murray. Met een redelijke fantasieopstelling begon hij aan een oefenwedstrijd tegen Zimbabwe. Zimbabwe staat onder ons gerankt, hè, de World Ranking. Stond van mij rond 33 of zo, wij hebben 29. Daar ga je er best wel hard in tegen Zimbabwe. Daarna zie je stapje voor stapje. Volgens mij zag ik Joost Stak ergens zeggen. Closing the gap step by step. En dat zien we ook gebeuren. Met de voorlopige apotheose, een heel goed resultaat tegen Spanje vorige week. Ja. Dat weet je nog niet. Maar ja, het zou kunnen zijn dat je van Nieuw-Zeeland ook nog niet wint. Maar wie weet, hè? Ja. Thank you. It's all about building up. Before we get onto the rugby, because you've just come into the training selection with the national team, with the men's team. Can you tell me the differences, what it's like between the under-20s and with the men? Ja, je merkt dat het gewoon allemaal heel professioneel wordt genomen. Je hebt meer geld dat erin gaat, dus je hebt veel strakkere trainingen, veel duidelijker allemaal. Onder 20 begin je, dan kom je mensen van het buitenland, je hebt het geld niet om hen echt over te laten vliegen. Dus nu merk je dat je gewoon echt 3-4 weken nu samen aan het trainen bent. Je traint elke dag bijna. We hebben een paar rustdagen, maar je traint gewoon heel veel, consistent. En op zo'n manier creëer je gewoon een veel professioneler environment, om zo te zeggen. Dus ja. Ja, het is veel anders. And to compare it to your time at SAS in South Africa, I believe it's also quite a professional setup in that system. If you had to compare the two different systems. Ja, het is heel moeilijk te comparen natuurlijk. Want dat was ook het leven van een pro, wouden ze nabootsen. Dus je trainde elke dag. En je woonde samen met elkaar, je at daar ook. Dus het was gewoon het leven van een pro. Dus je trainde volgens mij 4 keer per dag. Dat was weer overdreven, over de top, maar dat was wel gaaf. En dan ga je nu natuurlijk naar de nationale setting, dat iedereen van overal komt. En dan heb je maar kort tijd om dingen op elkaar af te stemmen. En dan merk je toch wel dat mensen gewoon goed zijn, omdat gewoon iedereen heeft skills. Dus als je het gewoon bij elkaar gooit, iedereen heeft de kennis, dat het makkelijker gaat dan als je bij een team aansluit in Zuid-Afrika om... Ja. Nou, de warming-up is voldoende om even de skills op orde te krijgen. En voor de rest gaat het vooral hoe raak je op elkaar ingespeeld. Ja. Hoe de tactics en de de situaties... Precies, dat is het meer. De coach vertelt hoe het moet en wat het gameplan is. En dan zie je nu gewoon met het nationaal team dat je hoeft het maar één keer te vertellen en iedereen begrijpt en die weet, ze kent zijn rol erin. Yeah. Dus dat is gaaf. Also nice to have that experience around you, and also for you as a youngster coming in to learn from guys like Reinhardt up in front of you. Also to take the experience away from him must be an amazing experience for you. Okay, and of course, congratulations on making the national team. The selection. But we want to watch some rugby first. Before Definitely. The real rugby starts behind us, we've got a small clip of against Zimbabwe last year. As Erik just said, Zimbabwe actually ranked below us. There's Hilton Muduriki in the number 9 jersey for Zimbabwe. Kicking it over, a little bit of a miscommunication, maybe he didn't really see the ball too good. Knock on and a try. Ja, dat is een try. Dat zie je hierna. We hebben een clipje erin zitten van een scrum. Let op, die scrum die wordt flink naar achteren gezet. Dat is ook standaard in de wedstrijd, wordt iedere keer de scrum naar achteren gezet. Dan verliezen we ook iedere keer scrums. En dat is leuk om dadelijk, we hebben dadelijk expres ook een paar scrums
van bijvoorbeeld tegen Spanje, tegen Canada erin gezet. Dus daar ga je in één keer toch ook in die scrum dingen winnen. Dus overigens een behoorlijk ander team wat hier stond dan het team dat hier staat. In alle vier de wedstrijden waar we het over gehad hebben, die Nederland heeft gespeeld, zie je, zijn maar twee spelers die steeds in de first 15 stonden. Dat is, completely different team. Ja, behalve Daley Limmen en Spike Selman. Ja. Dat zijn de enige twee die er steeds in de basis bij waren. Ja. You can see obviously a different coach. Ik heb zo'n vraag. Ja, let op. Je ziet hier dadelijk, ik weet niet of dat dit beeld is. Ik hoop het wel. Je ziet dadelijk Jordi Hop. Er is dadelijk een ruk en dan zie je Jordi Hop. Volgens mij nog niet. Oh nee, wacht even. Dit is hem nog niet. Sorry dat ik jou geïnterrupteerd. No, it's okay. We're about to see it now. This is the one on the side, on the sideline where the Kashikin fullback gets a little bit confused as to where the ball's going. Hij moet gewoon zijn man pakken natuurlijk. Yeah, and I must say when the team came out, I did think now this is the Netherlands have underestimated Zimbabwe in a sense. I didn't think this was the strongest team they could have put out. Of course. Okay, let op. Hier krijg je een soort druk en dan zie je Jordi Hop pakt zo meteen de hand van de scrum af. Let op. Hij pakt het handje en hij laat de bal vallen en hij gaat ermee vandoor. Mag het of mag het niet? I think it's all about if he's onside or not. I think if he's onside, it mag. Yeah, we just finished watching the Zimbabwe game. We're going to move straight into the next one. We don't want to keep you for too long, Vickers. I know you want to get on and chat with the boys on the other side. But we've got the game against Canada up next, a slightly better result for the Dutch team. Obviously, Canada obviously being a team of a different level, going to the World Cup often too. And just like we got seated behind us today, Georgia is also just another side kind of level. These are professional rugby players, professional lives. It's the kind of lives they live. But let's put it on. Canada versus Dutch. Netherlands. Dan beginnen we gelijk met een scrum om even het verschil te laten zien met een scrum tegen Zimbabwe. Dit is een Canadese scrum. Ingooi door de Canadese scrumhalf. Kijk eens even. Dat is wel een wereld van verschil. En dat zie je door die hele wedstrijd heen dat Nederland hier een stuk sterker is. Ja, en we saw in the last video Sam van Berkel sitting at the hooker position where he actually never plays. He's actually a flanker. Yes. And here we've got Dros Benny-Colson in at hooker. It makes such a big difference in that. Hele sterke mol, ook een sterke mol. Kickje van. Hij heeft gezien dat er twee offside staan, dus hij kickt. Ja. Let op. Hij zag de referee al kijken. En daar halen we het penalty voordeel uit. Nou, dat is hartstikke mooi. Het is zeker weer ruk, of niet? Yeah, and then obviously. Let op deze try. Let op wat Wolf hier doet. Dat is magic on the ball. Kijk eens even. Yeah. Kijk, staat hij rug. En dan gaat de bal zo naar Leroy van Dam. Let op. De bal gaat naar Leroy van Dam. Die loopt en let op die offload. Let op. There it is. Geweldig. Nou, Daley Limmen en Daley Limmen scoort. Daley is een van de spelers die alle wedstrijden meegekregen heeft. Ja, die had verdiend bij dit. Want als je terug speelt, dan heb je een minuut lang van hem van links naar rechts rennen. Je ziet dat hij elke keer probeert een mannetje over te creëren. Leroy van Damme played last week in the 13 position. This week moving on to the wing to give up some room for Oliver coming in at taking the number 13 jersey over this weekend. Dat is interessant, een beetje inside informatie. Je ziet, vorige week staat er iemand anders. Ze wisselen ook, denk ik, zodat niet iedereen drie weken achter elkaar zo'n zware pot hoeft te spelen. Ja, ik denk dat. Ja, ik weet niet. We hebben geen gespreks gehad één op één. Dus ik weet niet in hoeverre Lin zijn selectie maakt op de wedstrijden. Maar ja, het is ook gewoon goed te zien dat hoe Olly erin kwam vorige week. Dan zie je wel dat hij ook impact heeft als 13 en goede carry maakt. Ja, testing out different conversations, seeing what he likes best. I mean, this is his first game. Last week was his first game as national coach. So it's starting to get the feeling, of course, he's had the time with Delta, of course, to try out a few things, but you might not have all players available. Of course, you don't have Reinhardt, he plays for the Cheetahs in South Africa. So no, not all your players at your hand to use. So it'll be interesting to see that combination.
But we've got something. We've got some other business on the list as well for today for some rugby watching. You might remember a tournament in Spain last year, Portugal. But against Spain in the finals. First time that under 20s have made it to a finals. Before we move on to the footage, how did it feel to get to make that statement as the under 20s to get to the finals? It was ongelooflijk. It was. Iets waar we wel vertrouwen in hadden uiteindelijk. Want je merkte toen we die 1000 winnen hadden, we hadden spelers van het buitenland inkomen, we voelden goed en we waren een heel fysiek team. Dus tegenover Portugal merkten we gewoon dat wij, als wij gewoon het fysieke spel aangingen met hun, en eigenlijk als je naar onze stats kijkt, hebben we maar 30-40% de bal gehad. En vooral gewoon de kicking game, hun naar ons toe laten rennen en gewoon harde hits blijven maken en gewoon het fysieke spel aangaan. Dat merkte, dat hebben we uiteindelijk van gewonnen. We hadden 60 minuten lang hadden wij proces, of hadden we dominant, waren we dominant in het spel. En dan merk je die laatste 20 minuten dat die wissels erin komen en beginnen moe te worden. Want Portugal ging van links naar rechts. Dan begon het toch zwaar te worden. Ja. Maar gewoon, toen zag je echt dat de jongens gewoon zo gedreven waren om te winnen. Niemand die maakte, iedereen die ging er vol voor. Ja. Ja. Jullie geloofden er ook in. We geloofden erin. Ja. En als je dan daarna samenkomt en dan naar de Spanje aan het kijken bent en dan ben je even eigenlijk van ja, Spanje is eigenlijk niet veel beter dan Portugal. Dus dan heeft iedereen kreeg gewoon een gevoel dat er de optie er was en mogelijk was. En dan... nou, niet alleen omdat jij hier bent dat we het er nu over hebben, maar ook omdat wij denken dat succes van onder 20 heel veel met die road to succes te maken heeft. Hè? Dus je ziet ook jongens uit dat team in Oranje komen. En ik denk dat als we over 3 jaar of over 2 jaar, misschien over 1 jaar naar Oranje kijken, dat er dan nog veel meer in staan. Zien, Timo Peter staat nu in de basis. Vorige week in de basis. Ja. Tegen Spanje. En dat snap ik heel goed. Hij deed het echt uitstekend. Dus ik kan me voorstellen dat je zegt, ik zet hem in de basis tegen Georgië. Maar ja, we hebben het al eens gezegd. Georgië hebben 4-jarige meisjes meer baardgroei dan jij. Ze zijn allemaal wel. Ze zijn allemaal de hulp. Ja. Dus ik denk dat Lynn Jones op basis van... Nou, als je kwaliteit gekozen heeft voor hem nu. Maar hij wordt vandaag 20. Ik weet niet precies hoe laat, maar het kan dus zijn dat hij zijn eerste helft nog 19 is. Ja, precies. Dat is een 19-jarige tijdheid prop op het veld. Dan kun je nagaan wat een druk dat gaat geven op de komende jaren. I can be certain about one thing is that he's going to learn something today. And you know what? I hope for him that the other prop also learned something, that you shouldn't underestimate a 20-year-old. Ik weet niet hoe vaak het voorkomt dat een 19-jarige prop toch zijn internationale debuut heeft gemaakt. It doesn't happen too often, especially in the front row. Nou, en nu, Timo, jij hebt gezien hoe hij tegen Spanje deed. Hij hield scrums. En dat is eigenlijk het enige waar je het moeilijk is met een 19-jarige prop. Dat je scrums houdt. Ik ken Timo al heel lang, sinds hij 5 was ongeveer. Hij is altijd een hele dappere speler geweest. I had to work. Last week Sunday, I just couldn't catch the whole game, but I thought, you know what, I'm going to be 5 minutes late at work. I want to just see 2 scrums. I want to see a scrum from Spain and I want to see a scrum from the net. And I was so proud of the scrum because on their scrum we didn't move and on our scrum we went forward. Yeah. And that's brilliant. And I was okay, I've seen enough, I can go to work happy and I can have a good day. Alleen die scrum, je focus alleen op, maar ook in het losse werk en ook in rugs. Timo zal altijd zijn kop erin steken en hij is mobile. Yeah. Hij zei, want hij doet hem ook links in de hoek drukken als het moet. Tight ends are always mobile. But we've got some footage from the under 20s. Zeker. Let's put that up on the board now. We'll have a look at that. And then hopefully Vickers can go and enjoy his actual day. Kijk, de enige trui van Spanje krijgen we hier als eerste te zien. Yeah. En Spanje is gewoon ook een hartstikke goed team, jongens. Die staan daar ook niet voor niks in de finale. En ze hebben een uitstekende structuur daar. Dus hier drukken ze daar de trui. Ja, die zitten nu in de World Cup kwalificatie. Kijk, Spanje is natuurlijk niet de allerslimste qua land met alle fouten die ze keer op keer maken met spelers die niet reglementair zijn opstellen. Dat kost ook WK's. Hier een mooie actie van Nederland. Het is de Spaanse bal, ze kicken hem en wij vangen hem. En dan moet je kijken wat er gebeurt. Daar kun je iets van vinden en er komt ook geen trui uit, maar lang niet... Het zijn lang niet altijd de mooiste momenten waarin de tries gescoord worden. Maar kijk eens even hoe lang die bal in leven gehouden wordt. Van links naar rechts, maar steeds naar voren. De zoveelste fase is dit.
Ik heb ze niet geteld, volgens mij zijn het er 14 of 15 of zo. And how many of these guys in the under-20s now are currently playing in the Eredivisie in the Dutch rugby competition? I would say redelijk veel. Als je kijkt, als we een rijtje afgaan, je hebt Timo die natuurlijk, ja, die speelt in Frankrijk. Mats Visser die speelt wel met de Eredivisie mee nu. Hoeker, je hebt Henk Hoos. Henk Hoos die speelt Eredivisie. Je hebt Ben Campbell die speelt ook Eredivisie bij Den Haag. Die zit op de bank volgens mij. Tweede rij zit ook in Frankrijk. Dan heb je derde rij Mike die was geblesseerd. Wie heb je nog meer? Renzo. Mees Voets die speelt bij Jukes. Die gaat nu naar Amerika volgens mij. Die gaat naar de Ryan. Hij is net vertrokken. Ja. En dan heb je natuurlijk Sam Verplank die speelt voor Diok. Dan heb je Bjorn. Ja. Dan heb je Jackson. Ik weet niet hoe hij meeloopt bij Hilversum. Die is af en toe. Dan heb je Renzo Spakman natuurlijk. Waar speelt die? Ook bij het gooien. Die heeft de afgelopen wedstrijden wel met twee meegedaan, maar die heeft heel veel wedstrijden vorig jaar voor het eerste meegepakt. En die is nu weer in zijn project om weer erbij te zitten. Because thanks for your insight, mate. It's been lovely to have you here. We're going to talk a little bit about the Six Nations and the Four Nations, as we want to call it. Because today we've got the game behind us, the Netherlands versus Georgia. Georgia being obviously one of those. Should they be in the Six Nations or should they not be in the Six Nations? It's always been a question. Italy doing really well against France last weekend, we saw that. Yeah, they won Australia, ze hebben van Wales gewonnen. Yeah, exactly. So for a long time it was always a question whether Georgia or maybe perhaps Romania. Ze zouden de Italiaanse plek over moeten hebben. Nou zie je dus wat er gebeurt. Italië doet hetzelfde, die wordt ook beter. Dus eigenlijk moet je zeggen, Georgië is te goed. Voor de championship. Ja. Die moeten naar de Six Nations. En dat zou dan de Seven Nations moeten worden. Ja. Dat kan niet anders. Ik hoorde wel dat Zuid-Afrika er ook over nadenken om erbij te komen. Nou, dat zou ik wel lachelijk vinden. Dat zou ik ook gehoord. Waardeloos. Ik hoop dat dat niet gebeurt. Nee. Ik hoop dat niet zo verhaal heb ik ook langs horen. Ik ben voor zo gauw als Zuid-Afrika in Europa ligt. Ja. Als ze dat kunnen regelen, dan ben ik voor. Ja. Voor die tijd vind ik het niet. I think the rugby championship is perfectly fine and it just doesn't need to be untouched. If Japan had to come in somewhere into the Six Nations or into the rugby championship, I'd be happy for that, no problem. Of course, we're going to go into a little bit of international rugby because it is an international rugby day. It's always a great day for rugby on a Saturday, especially if it's international rugby. We've also got the Six Nations on today. I will ask you for a score. England or Italy, who's going to win it? It's gonna be a tight game. Alleen al het idee dat je dat zegt, hè? It's gonna be a tight game. Nee, want Italy, ik hou van hun spel nu, want ze zijn heel erg gebaseerd op het rennen. Dus je merkt gewoon dat ze echt willen ballen. Die hebben er gewoon, die spelen alles vanaf een 22 als je kijkt naar de Australië-wedstrijden. En als ze ruimte zien, dan gaan ze voor. Dat vind ik gewoon heel leuk, aantrekkelijk spel om te kijken. Dus, onbevangen en met flair. We hebben het er precies, vaker over gehad. Ze spelen met flair. Ja, dat is gewoon gaaf om te zien. Leuk wedstrijd. Dus ik denk dat ze toch richting een 30 tegen 28 gaat kijken, dus 32-28 zoiets, of 35-28 zoiets. Voor England? Voor England, ja. Oké, okay. Nou, we've got the heads up from you. Yeah. I hope Italy are going to win. We're about to get started with all the formalities here, because it's been a pleasure to have you. Thanks for coming. If you're walking past later on in the day, you're more than welcome to come and have a chat with us. Guys, we're going to take a quick break, but we'll see you just now. Hey guys, welcome back. We took a little bit of a break. There's a rugby game behind us. It's currently 7-3 to the away team from Georgia. I've got Joost Akker here, part of the bestuurslid here at Dutch and Rugby NL. And of course, I found him here in the stand, Storm Cannell, finally getting his showtime on the show. It's fabulous, the guys, to have you. We want to quickly go over because there's some very important rugby happening behind us. We're going to talk about the Spain game from last year, 49-0 last year to the game last week, 28-20. We're going to put the clip straight on, guys, so we can have a quick watch. And Storm, you were in and about the Dutch team around this area. What contributes to the success last week, success as we would call it, from a 28-20 to a 49-0 from 2 years ago? So I played in the game 2 years ago, the 49-0 loss actually. And that Spain, in Spain, they were really going for the World Cup. And they put out their number one team as well, and they were, how do you say, they were really going for it. And then watching this game from last week,
I could tell that there was a big difference in the Spanish team as well. I think the Spanish are now trying to bleed their new youth players into this game as well. So I think that's why it was tight, but the Dutch team still played very, very, very well as well. Like, especially this try here with the Wolves try as well. Like, I think that really sparked the boys and got them got that fire back in there. There it is, try of the week. Yeah. That really sparked them from that. From that moment on, they were just they dominated the last 20 minutes there. En dan scoort daarna Chris Remmert ook nog een keer en dan komen we op een 28-20 uitslag. Joost, daar was jij niet ongelukkig mee, denk ik, of wel? Nee, zeker niet. Want de doelstelling was om te laten zien dat we meer competitor zijn. En eigenlijk willen we laten zien dat ons strategisch plan werkt. We hebben drie pilaren. Dat is talentontwikkeling, performance development en high performance. Nou, talent development uit de pathway zie je nu twee jongens van 19 die hun debuut maken. Nou, performance development is meer wedstrijden op hoog niveau, met name een betere ereklasse. En high performance is de omgeving met goede staffing, goede coach, goede begeleiding, data-driven. En je kan stapjes maken om het proces te versnellen door een paar key buitenlandse spelers erbij te halen met Nederlandse voorouders. En daar zie je ook de impact van. Dus alles kwam mooi bij elkaar en het laat zien dat we op de goede weg zijn, denk ik. Ja. And what are the differences you can see between the team or the vibe in the camp between the last Spanish game 49-0 and last week's game? Nou, wat ook anders is, is dat in het verleden hadden we niet echt data. Nu hebben we data. We hebben van alle teams, alle spelers, hebben we alle data. En dat is nu, teruggevoerd tot iets van 20 parameters. Ja. Dus wij kunnen gewoon kijken. Niemand kan zich meer verstoppen. Precies, ook dat. Maar en subjectiviteit verdwijnt ook uit het spel. Dus. Absoluut. En we zijn zelfs zover. We kunnen zeg maar op een klikje drukken alle swimhalves in Nederland. Ja. En wat zijn hun stats? Ja. En je ziet dat game speed, ruck speed is al veel hoger. En onze jongens kunnen het volgen. Ja. Most players. Yeah. Most players. Yeah. Look at my stats. This was Storm is not selected anymore. which is a pity, but he's working on it. I'm waiting for the call anyway, but I'm working on it. Yeah. And my last question to both of you today, what are you hoping to see out in the field today? Storm, I'm going to start with you. I said it to a few of the boys as well. I just hope that the Dutch team can be just competitive. Competitive, we shouldn't be focusing on the score or even trying to win or whatever. It should be just to be competitive now in this league. Now it's what 3 years good. Now we're in it. Let's look good. Yeah. So, but like if we go back to all the years that I was part of the Dutch team when we got promoted, it took us almost 2 or 3 years to get used to that division before we started dominating. Yeah. That's a growth, isn't it? Yeah. So. It's just the same with these boys as well. Like they've just got to get used to that this level as well, and then we'll start dominating in the next few years as well. So. Vandaag speel je. We zien het steeds beter gaan. Vandaag speel je tegen Georgië. Die hebben vorig jaar gewonnen van Italië. Six Nations Lands hebben gewonnen van Wales in november. Dat is 2 maanden geleden hebben ze van Wales gewonnen. Ja, er zijn verloren tegen Zuid-Afrika. Ja. Er is wel vaker een team geweest dat verloren heeft van Zuid-Afrika. Zij waren niet de eerste. Dus ze staan op de 13e plaats in de wereld. Ze hebben een ranking die vergelijkbaar is met die van Italië. Dus allemaal full-prof spelers. Allemaal full-profs. Vorig seizoen hadden ze, ik raad het maar door, hè. 7 spelers uit de Pro 14, 7 spelers uit de Pro D2 in hun selectie van 22. Ja. Hey, kom op, wij zijn blij als we er 1 of 2 of 3 hebben. Ja. Maar er is een wereld van verschil, dus die hoeft je niet te schaam. Het is geen must-win, toch Joost? Absoluut niet. Nee, wat Erik zegt, je speelt tegen full professionals. Ja. En Georgië is een topteam op de top van hun performance cycle. Ze gaan over een paar maanden gaan ze naar de World Cup. Ja. Waar ze nog competitief kunnen zijn, ook in een aantal wedstrijden. Ja. Ja. En wij zijn nog eigenlijk in de selectiefase. Die worden geen laatste in hun pool. Dus die, als wij het verschil met 20, 30 punten kunnen beperken en we laten improvement zien. En ook dat we een gameplan hebben wat te herkennen is, zijn we al super tevreden. Ja. Guys, it's been amazing to have you guys on the table. Now, I don't want to keep you guys for too long. It's a great to have you. We will carry you on later in the game, but we're going to let you go to the man with the most Dutch trophies under his name. Thanks for coming, Storm. We'll also have you back sometime on the show. Awesome. Back in Nimbos. And on the pitch. And on the pitch, exactly. Guys, we're going to take another break, but we'll see you just now. Okay, thanks.
Hey guys, welcome back to the last part of our show. We're back today at Mats Marker. We've got him here for the third time on our show. We've got in the middle of our table, we've got Dirk Dana, a captain, recently retired, Dutch legend of the game. We found him walking around. I grabbed him by his collar. I said, we've got to get you on the show. And here next to me, I've got Robin Kopp, also Dutch player and player at Tegooi. Guys, it's fabulous to have you guys. We've spoken a lot today about Dutch rugby in total. We've spoken a lot about club rugby, but today we're going to give a little bit more aandacht on the national team. Today I'm going to start just with the first half. The first half, the Dutch team, they went into halftime with 12-3 score. Dirk, I'm going to start with you as Dutch captain. Obviously, you've been a lot of the time with these guys, and you've done all the hard work in the previous years. What did that first half mean to you? What are the things you could take out from it? Ja, voor mij betekent het heel veel. Ik denk, als ik het goed heb, was het vorig jaar 62-8. Dus we hebben het hoe dan ook beter gedaan. En die eerste helft, ja, dan zie je gewoon dat we hier wel thuis horen eigenlijk. En dat we het dan in de tweede helft weggeven. Goed, dat hadden we misschien ook wel een klein beetje verwacht. Dat we dat tempo niet kunnen houden. Je ziet dan dat Georgië er een schepje bovenop gooit. En dan krijg je deze score. Maar inderdaad, eerste helft. Ja, dan word ik alleen maar heel, heel erg trots. Ja, goed. Good, yeah. And Mats, you as a coach, obviously you've watched the whole game as well. From a coach's point of view, what kind of the things that you could take out from today? The positives that we could take out as the Dutch community? Nou, zeker de positieve dingen. Dat vind ik persoonlijk, dat ze met 3-12 achterstaan. Waarbij ze 15-12 hadden kunnen voorstaan met de rust. Dus het is jammer dat van het coachingperspectief dat ze zich tekort doen. De spelers doen zich met name tekort op het harde werk wat ze verrichten in de eerste helft. Is het jammer dat ze niet voorstaan. En dat vind ik een domper voor de jongens, met name buiten in het veld. En dat maakt me ook wel trots dat ze het, ook die domper moeten gaan verwerken. Maar ze zouden gewoon voor kunnen staan. En dat is jammer. Dus elkaar tekort doen op dat soort momenten. Een stukje onervarenheid. En dan krijgt de wedstrijd wel het verloop. Wat je ook verwacht eigenlijk, wat Dirk al zegt. Dat ze eigenlijk de tweede helft worden overlopen. En dat ze te veel energie moeten leveren in de eerste helft. En daar betalen ze wel een tol voor in de tweede helft. En dat is jammer. Maar een leermoment denk ik van alle kanten. En alleen... Internationaal rugby is elke aanval is punten. Ja. Je gaat alleen maar terug naar je eigen helft als je gescoord hebt. 3, 5 of 7 punten, maakt niet uit, maar je gaat anders niet terug. En nu zijn ze 5 keer teruggegaan zonder punten. Ja. En dat is zonde. Ja. Maar ik denk wel dat de eerste helft ook het feit dat ze in Georgië hun helft bleven, zeg maar, en dat bleven ze ook een hele lange tijd. Ja, ze kozen dan voor de traai te gaan. Ja. Maar het heeft er ook voor gezorgd dat ze eigenlijk Georgië constant onder druk zetten. Ja, en ik denk dat ze wellicht wat voor de punten had kunnen kiezen. Alleen ja, ik denk dat het ook positief is om te zien dat we in die helft kunnen spelen überhaupt. En ik weet niet of dat ook bewust is gezegd van gaan we voor de punten of blijven we daar spelen. Ja, dus dat weet ik niet verder. Maar met name het positief is, we vallen aan. Hè. We hebben denk van de eerste helft hebben we 30 minuten aangevallen. Ja. En dat is uitzonderlijk tegen Georgië. Ja, zeker. Je ziet een soort overgang waar we in de vorige klasse waar we zaten, was eigenlijk altijd opportunistisch om de zeen. Ook uit eigen helft, alles aanvallen, spelen, altijd proberen. En hier zie je al dat we meer voor terreinwinst gaan, tactische spelen. En toch af en toe proberen. En ja, tegen Georgië vandaag ook. Je ziet dat je een tijd aanvalt en een turnover is eigenlijk gelijk 50 meter terug. Ja. En dat is op dit niveau, moet je daarmee om kunnen gaan. En Robin, obviously, you guys are both forwards. Robin, what did you take out from the set piece today, from the forwards, from the scrum and the line out on defense and attack? Ja, tegen een Georgisch team wat wordt uitgenodigd door landen als Engeland om te komen trainen met hun voorwaartse. Puur omdat dat is hun specialiteit. En als je daar jezelf kan meten op een dag als vandaag, dan mag je echt wel trots zijn op jezelf. En ik denk dat ook de coach, hè, iemand als Alec Jonkers, die als scrumcoach echt een detailistische man is, dat is gewoon zijn specialiteit. En je ziet gewoon in een team als vandaag dat zijn vruchten afwerpt. En daar mogen ze echt trots op zijn. Ik denk dat we fysiek goed meekwamen met de Georgiërs voor als je ziet waar zij staan en waar wij staan. I definitely agree. I think from last week as well against Spain. You saw the guys were in the fight for the full 80 and that's something that the boys should definitely be proud of. And also something to work on, of only to get better every week and every game. I think that's really important for a rugby team, especially in forwards, to always be looking and always trying to get better in some areas. My next thing is a little bit over the selection. We've had a chat in the previous days.
about some of the selection choices from Lynn Jones himself. We saw David Viersma in the 15 jersey and instead of T. Campbell. We know T. Campbell is a running man. He's dangerous with the ball in hand. David is normal playing 10 and 12. Maybe you guys can give me a little bit more insight as to maybe why those decisions were made. Je hebt met David en ik weet de naam van de 10 even niet, maar je hebt een linker en een rechtervoet op het veld. Dus je kan qua kicken, tactisch is het makkelijker om de tegenstander in zijn helft te houden. Als je T hebt, T is geen kicker. T is een opportunistische speler. Iemand die aan wil vallen, die goed meekomt met de lijn, die echt doorkomt en aanvallend heel sterk is. Maar tegen Georgië weet je dat je veel onder druk staat. Dus is het misschien handig om een goede kicker achterin te hebben die zekerheid biedt en meters kan geven aan het team. Dus ik denk dat daar misschien de keuze zijn. Richting Duitsland, waar je hopelijk meer kansen krijgt, ook aanvallend, zal wellicht T een start krijgen. Omdat hij daar aanvallend veel meer kan brengen dan, ik denk, David. Vooral qua snelheid en qua ruimte in het open spel. Maar David is natuurlijk tactisch qua kick is dat een van de betere spelers. Een hele stabiele factor achterin. Ja. Klopt. Zeker. En een little bit closer to home with the forwards here at the table. With the scrum, we've got Timo Peters. Today is his birthday. Happy birthday to Timo. He's getting his second cap for the Dutch team on his 20th birthday. Unfortunately, grabbing a yellow card for a slap down on the ball in the first half. Last week, having a good game against Spain, definitely in the scrum. What do you think are the futures for our young players, for those guys in the scrum coming up and building up and learning from the players that are above them at the moment? Ik heb vorig jaar natuurlijk nog gespeeld en de jaren daarvoor ook met de Darlo's hebben gespeeld. En ik ben zo trots op allebei die gasten, hoeveel ze hebben gedaan voor het Nederlands rugby ook. Maar we zaten ook, en die vraag kwam eigenlijk altijd van waar is het nieuwe jeugd? Dus ik ben heel erg trots ook op Timo dat hij die stap heeft kunnen maken. En ik denk dat het een hele goede stap is voor Timo om... om ook dit soort wedstrijden überhaupt te kunnen spelen. Ja. Daarnaast afgelopen jaar met de Delta is natuurlijk begonnen. En daar zie je ook jonge gasten tegen goede teams spelen. En dan zie je dat ze dat nodig hebben. Ook om dat niveau omhoog te krijgen. Dus ik denk dat het een goede zaak is. Ik denk dat we een start hebben gemaakt. Om nieuwe aanwinst een kans te geven. Je zag het al een beetje bij onder 20. Dat, waar Nederland over het algemeen wel een beetje worstelde bij de jeugd met echt voorwaartsen. Klopt. Zag je bij onder 20 dit jaar dat... We hebben niet alleen een sterke eerste rij, maar ook fit. Veel turnovers, maar op de laatste wedstrijd, volgens mij kwam de kantelpunt in de wedstrijd kwamen bij de eerste rij vandaan. Zoals scrums, turnovers, losse werk. En dat is wat je ook in dat rugby ziet, wat je op dat hoge niveau, dat moet een totaalspeler zijn. Je kan niet meer een jongen hebben die alleen scrums wint voor je. Maar hij moet er ook staan op het veld. En dat zie je met die nieuwe generatie. Ja. Het is wel echt een ander niveau. Dan wat we gewend zijn. En ik wil nog ook even toch de Darlo's ook nog benadrukken over wat ze hebben geleverd en wat nog steeds. Mark Darlington staat hier een hele wedstrijd te spelen. Wat hun in de eerste rij hebben gebracht voor Nederland afgelopen jaar en dat niveau hebben kunnen behalen, want dat is wat ze deden. Als vorig jaar tegen Georgië de eerste scrum, weet ik nog wel, dan werd je gewoon helemaal gek, want Andy die hield gewoon die gast topprop in de wereld, hield hij vast. Ik denk dat we ook die kennis en ervaring echt moeten gaan gebruiken om de nieuwe generatie de kans te gaan geven. Exactly. Not to let them just walk away from the field, but also bring them back into a coaching role to get those guys up to standard, up to speed, to where they are. And you know, the only thing for a coach is when it's a sad but beautiful moment when a coach says, I can't do anything more. I brought you up to where I can, but you know, there's always a next level where you can get to. Yeah. And I think to get those people into the right roles is definitely it would be an advantage. Ik weet niet wat er aan zit te komen qua talent, maar ik hoop een hele hoop. En vooral in de eerste rij, ik denk dat er heel veel aandacht aan besteed moet worden. Ja, en ze zijn al schaars in de wereld überhaupt. Hè? Ja. Maar ik weet niet of dat jij... Ik denk dat er komt genoeg talent aan, maar we moeten het juist vanuit rugby Nederland moeten het wel gaan... meer gaan supporten en dat de academies nog meer moeten gaan steunen daarin en vanuit Rugby Nederland en dat doen ze al hè, maar het proces moet met name in beweging komen. Ja. Dat is moeilijk, je zag toen op een gegeven moment die Front Row Club wat ze probeerden op te zetten. Het zijn wel het zijn initiatieven die, het wordt wel geprobeerd, maar je hebt karttrekkers nodig, je hebt van die eerste rijers nodig die zeggen dit is een vak apart en als je hierbij zit je bij een elite waar je niet alleen talentvol moet zijn, maar je moet ook fysiek. Het moet je gegeven zijn. Een eerste rijer word je niet, dat ben je volgens mij vanaf je geboorte. Het is gewoon een karakter, het is gewoon een manier van leven, denk ik. Ja. Ik ben dat nooit geweest, maar ik denk dat wel iets is. Iets heet, nee, het zal je niet verbazen misschien. Goeie grap trouwens. Ja.
But moving on to the second half, okay, the Netherlands getting a try in, which is also a big positive for the boys to get over the white line. But a lot of unanswered points in the second half. What are the takeaways we could take over for them second 40? Goed. Ik weet uit ervaring dat vorig jaar hadden we moeite om fysiek spel, zeg maar, om dat te matchen met deze landen. En dat laten we nu in de eerste helft sowieso zien. Maar we zijn niet in staat om er uiteindelijk genoeg punten te scoren. En ik denk dat er genoeg kansen zijn geweest. Alleen ja, dat is gewoon, dat is het volgende, dat is de next step gewoon. Dat is gewoon waar ze nu aan moeten gaan werken. Ik denk wanneer je nog die drie tries die je had kunnen scoren, wanneer die erin liggen, ja, dan heb je gewoon weer net het niveautje, ja. Zet je dan er weer bij. Ja. Ik denk als je kijkt naar de aanloop naar deze wedstrijd, Mark Koeberg is een collega van mij, dus ik zie hoe hij de weken richting een wedstrijd vaak hier op de bond zit te werken. Want ze trainen 's middags, ze trainen 's avonds, dat is al meer dan wat wij deden. Toen ik voor Nederland speelde 2018 was het 3-4 weken voor een wedstrijd begon je 2 keer in de week te trainen, plus je clubtraining. Nu zie je dat ze hier 3 keer per week een hele dag zijn, 2 sessies op een dag. De landen waar je tegen staat, de rugby nu, Georgië, dat zijn gewoon profs. Die rugby zijn iedere dag met rugby bezig. Die hoeven niet na te denken over dat ze de huur moeten betalen. Dus dat je eigenlijk ook moet werken en dat je vakantiedagen... Ik weet een jongen als Hugo heeft geen vakantiedag over, want die gaan allemaal op aan Rugby Nederland. Jongens maken echt offers om Nederland te brengen waar we nu zijn, in de hoop dat de volgende generatie misschien wel het budget heeft om te kunnen zeggen, ik ga part-time weg of stop met werken, ik ga voor rugby. En dan krijgen ze een tweede helft op, die wordt dan makkelijker. Nu kun je een helft mee omdat je talent hebt en we de eerste stap in professionalisering hebben gemaakt. Maar die tweede stap is full professional, semi-prof op zijn minst, om echt mee te komen met de toplanden. Ja. En dan word je een WK-land, dan word je een contender in de championship. Klopt. Zeker. Dat wordt constanter ook in het hele verhaal. Ja. En dat, maar dat is onderdeel van het proces uiteindelijk wordt, hè, natuurlijk. Ja. En dat moeten we gaan borgen, het proces. Ja. Want dat gaat om de details. Ja, je hebt het meerdere keren gezien volgens mij, dat we als Nederland, we kwamen hoog en dan op een gegeven moment zakt het weer een beetje in. Klopt. En het bleef iedere keer, die top leek bereikt. En er moet nu een moment komen dat we dat plafond doorbreken, dat je kan blijven hangen op dat topniveau. En dan is het aantrekkelijk voor sponsors, want dan in één keer blijf je op Ziggo, dan blijf je in beeld op de wereldtop. Ja. Ja. Dan gaan je spelers worden gezien, ook op dat niveau, die kunnen contracten krijgen in het buitenland, waardoor het interessanter wordt om... Ja. Hè, als je kijkt naar jongens die op een gegeven moment moeten kiezen tussen een serieuze baan waarbij je echt salaris kan verdienen of rugby. Ja, nu kies je voor je carrière. Ja. Daar gaat best wel veel talent mee verloren, denk ik. Dat denk ik ook. Op het moment dat rugby een serieuze overweging is, dan kun je echt gaan doorgroeien. Ik weet toevallig, ik ben onder andere met Joost Takke, die is daar heel erg druk mee bezig om de spelers beter te gaan faciliteren. Dus daar zijn ze mee bezig. Het is lastig om tegen een budget van 7 miljoen aan te boksen. Dat hebben we gewoon absoluut niet. Ja. Dus we moeten kijken of dat we Mark Koeberg kunnen faciliteren. Dus voor de huidige groep betekent dat helpen met hun vervolg maatschappelijke stap in na rugby. En ik denk dat dat dan ook een eerste stap is om je spelers beter te gaan faciliteren, beter te gaan helpen. En of je dan al een salaris moet gaan betalen, dat weet ik niet. Dat zou ideaal zijn. Ik denk alleen niet dat we daar inderdaad nu de sponsoren en de gelden voor hebben. We zitten precies inderdaad in zo'n overgangsfase volgens mij. Ja. En ik kan daarbij wel spreken, voor waar Mark werkt, kan ik zeggen dat wij hebben dit gesprek gehad. Ja, je speelt voor Nederland. Ja. Dat is iets waar we als bedrijf ook veel uit halen. Hè? Exposure en je laat zien dat wij met topsporters werken. Dat zijn toch mensen die in je bedrijf met een soort drive wil hebben. Maar dat betekent ook dat je ze in die interlandperiodes de ruimte moet geven om te kunnen kiezen voor sport. Dus wat betekent dat? Als hij zegt, hey, ik moet 3 keer trainen deze week, kan niet op kantoor zijn. Klopt. Dat een directeur zegt, ja, goed, dat faciliteren we, daar helpen we mee. Ja. Dan kost het een bedrijf niet, het kost geen geld. Ze nemen geen vakantiedagen op, je faciliteert het. Klopt. En de andere kant van een bedrijf is dat je dan zegt, ja, oké, wij willen graag dat je dan ook na de wedstrijd even in je shirtje foto maakt voor onze bedrijfspagina. Klopt. Of dat we... Dat we dat naar klanten kunnen laten zien. Ja, juist, klopt. Ja, ik heb David vorig jaar opgevangen. En die werkt nu bij ons in het bedrijf. Ja, en die, wanneer die voor Nederland speelt, ja, dan weten wij dat. En dan zeggen we, ga ervoor, doe het. Dat is niet voor altijd, hè. Dus je kunt dat heel goed met een werkgever inderdaad overleggen. En je kunt die kans echt bieden. Ja. En het geeft ook wat aan je bedrijf. En ik ben dus met Joost Takke onder andere zijn we bezig om dat... een soort vorm te geven, want jongens moeten daar ook in begeleid worden.
Ja. Dus als je nu als bedrijf denkt, ik wil echt Nederlands teamspelers voor mij hebben. In de comments. In de comments. Ja, in de comments. Ja, ja. Maar hoe je bedrijf dan? Ja, dat ga ik niet zeggen, toch? Geen publieke omroep. Nee, hier mag het. Is dat live? We can clip it out. David heeft in Spanje natuurlijk zijn geweldige tijd gehad. Hij kwam weer terug naar Nederland, gaat weer voor HSC spelen. Ja, en hier in Nederland moet je gewoon een baan zoeken. Ja. Dus hij is nu bij ons trainer bij de harde leerschool. Dus hij is bezig met die doelgroep. En, ja, hij krijgt ook de kans dus om nog steeds voor het Nederlands team te spelen. Dat is belangrijk. Ja, exactly. I think it's definitely an area to get involved with businesses, to get involved with like us. We're willing to work with top sporters. The Netherlands is very sport orientated. So I think it's definitely somewhere that we can get into. It's a bit of a grey area at the moment. Yeah. I also had to work today, but unfortunately for me, I've also got a job where they say, oh, you've got other things to do, and it's really important. And for the sport, my boss is also a rugby guy, so he also loves the sport. So it helps a lot with the life around it, because rugby is not a sport, it's a way of life. Yeah. And that's what people have to get into. But from what we've spoken about after the first half and the second half today, there's definitely a lot of take. Takeaways, stuff that the team can work on, stuff they can get better at, and stuff they can be proud of. Yeah. That's the vibe I'm getting, and also the game. I had a lovely day here chatting with everyone. We've had lots of guests today. It's been an absolute great episode. I've said it many a time. It's been a special one for sure. But the rugby's not done. The ladies are just about to play, so I hope people don't run away too quickly. The ladies are about to play, so we wish them, of course, the world of success in the next game. Guys, for you guys, thanks so much for coming to chat with us. I think that's our time done for today. It's been an absolute pleasure, guys. All the best for the rest of the year, and good luck, guys. Use at home, guys. Get into the comments. Let us know which visitors you would like to have on our Hettersvirak. And let us know the next adventure we're going to go on, guys. Hettersvirak on tour. We'll see you soon. Goodbye. Hey. So I was running out of breath there at the end.